Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Wij hebben gehoord dat u hier met een heel bijzonder bootje of schip, ik weet niet hoe ik het noemen moet. Een bootfiets. Een bootfiets. <laughs> In de Noeven bent aangeland. Ja. En daar willen we heel graag wat meer van weten. Uiteraard. Zou u ons daar wat willen? Uiteraard. over willen vertellen? Uiteraard. Het is zes meter lang en eenviertig breed. Je kunt hiermee ook over land fietsen en over zee en water varen. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de bootfiets. En verder heb ik daarachter de slaapruimte kan ik daar slapen en uh, ja, uitrusten. En bijvoorbeeld heb ik mijn anker net gegooid buiten het, de, de haven en heb ik uitgerust in de ochtend gezellig binnengekomen naar een mooie haven van uh, Den Oever. En uh, ja, ik ben aan voorbereid en ik ga naar uh, richting Enkhuizen, Dus het uh, is dus een beetje ja, uh, fietsen over land en uh, water, zeg maar. Oké. Okay. Uh, wat is de bedoeling van dit uh, experiment? Of is het iets wat u al veel vaker gedaan hebt? Nou, ik heb, uh, vorig, jaar, vorig jaar ben ik op uh, Noordzee geweest. Dit is mijn tweede test op IJzermeer. Ik test nu alles uit om te kijken of het alles goed werkt voor een grote reizen naar de uh, Atlantische Oceaan. En uh, ja, het is een beetje... Uh, uh, is geen experiment, maar is eigenlijk zit een missie achter. Ik uh, fiets eigenlijk voor Weer Zonder Grenzen. Dus ik geloof dat uh, wij zijn van aard zijn allemaal hetzelfde. Maar de zon heeft. Uh, de klimatologische omstandigheden hebben ons gevormd en kleur gegeven. En daardoor, als je in Noordpool woont, dan ben je wit. En als je in Afrika bent gebrand, verbrand en eh, bruin. En, uh, maar van aard zijn we allemaal hetzelfde. En ik wil, dat zijn wij vergeten, zeg maar. Uh, door het dagelijks leven. En dat wil ik eigenlijk terugbrengen. En wil ik op mijn grappige manier wijzen. Uh, dat ook aankaarten, uh, zeg maar. Kunt u ook. Uh, uh... Slapen in die boot? Uh, makkelijk slapen? Ja, ligt er een anker waar anker je gooit. Hè? Ik bedoel, ik heb gisteren toevallig anker in de zijkant gegooid. <laughs> ik kreeg heel veel golven, maar ik heb een beetje moeizaam geslapen. Maar als je anker aan de voorkant komt, dat is de plek waar het bedoelde, zeg maar, dan kan je heel makkelijk uh, slapen. En, uh, en ook in, in, ja, ja, uitrusten. Het is dus gewoon gemak voor één persoon. Ik kan gewoon, uh, je hebt genoeg ruimte om te, te slapen. Uh, het toiletgebruik, is dat ook een mogelijkheid? Dat is een uh, hele interessante vraag, want uh, ik heb een hele grote wc, dus ik moet eigenlijk. Uh, <laughs> maar geen papier? <laughs> mm, ja, ja, ik probeer ook papier te hebben, maar niet voldoende. Ik heb wel even veel water, dus dat kan ik gebruiken om uh, ja, het schoon te houden, alles uh, een beetje. ja. En uh, als u honger krijgt, uh, kunt u weer het warm maken. Ja, ik heb, ik uh, eten heb, koken. Ik kan eten koken aan boord, zeg maar. En ik kan ook uh, water maken. Wat ook belangrijk is. Want als je op zee bent, dan heb je geen water. En dan proberen we op, op die wijze gewoon ook uh, ja, voeding voor elkaar krijgen. Dus op boord blijven en eten en slapen. Ja. Ik sta nu naar het bootje te kijken. Of boot. Een hoofdletter. Een bootfiets. Ja. Boot, <laughs> en daar zie ik opstaan, Worldwide No Borders. Worldwide No Borders. Ja, ja. Dus ja? eigenlijk staat stad voor weer zonder grenzen. Ja. Dus uh, ik probeer, ik geloof het in het goede van mensen, zeg maar. Dus ik, ik denk dat er de mensen zijn, goede mensen zijn verspreid. En ik probeer op de, deze wijze ook uh, die goede mensen in elkaar te brengen. Wij niet gaan niet meer elkaar veroordelen, maar elkaar ervaren en gunnen en vertrouwen. Ja. En dan op die manier kunnen wij samenwerken en een betere, betere wereld kunnen wij maken. Hoe kunnen wij dat doen? Via onderwijs. Ik geloof dat als kinderen, alle kinderen naar school kunnen, kunnen wij ook een betere, die worden straks volwassenen, en dan kunnen wij een betere toekomst hebben voor al onze kinderen in de toekomst. Zeg maar. Dus onderwijs is belangrijk, en, uh, maar ik ben ook iemand die ook actie onderneemt. En op deze wijze, die, uh, die ook mensen inspireert, probeer ik gewoon uh, mijn boodschap te brengen. Zeg maar. Mensen inspireren, verbinden en uh, bij elkaar brengen. En aan dag vragen van onderwijs. En uiteindelijk gaat het leiden tot een wereld zonder grenzen. Waar, waar ja, er geen grenzen zijn eigenlijk. Maar wij moeten actie ondernemen. Wij kunnen niet zitten en kijken. Wij, wij kijken gewoon toe. Hè? De, in de Tweede Wereldoorlog was ook hetzelfde. Ik bedoel, 50 miljoen mensen zijn omgekomen. Uh, ik zeg niet dat wij kunnen oorlogen voorkomen, maar wij kunnen heel veel dingen doen. En wij, wij moeten niet staan wij moeten gewoon actie ondernemen. En hoe doe je dat? Gewoon iets bedenken, laten bouwen. We hebben dit samengemaakt met heel veel ondernemers zeg maar, in Nederland. En ja, het is een bron van inspiratie. Brengen naar het buitenland en uh, ja, verbinding mensen bij elkaar. En op die manier kun ja, je kunt bijdragen in, deze, ja, in een betere wereld. Zeg maar. Hoe is het met de communicatie met de buitenwereld? Heeft u ja. daar ook uh, voorzieningen voor? Uiteraard. Uh, op zee ben ik via satelliettelefoon uh, te bereiken, zeg maar. Uh, tenminste, hoop ik dat ik, uh, ik uh, bereikbaar ben. En op, uh, op een land... Uh, ja, mensen kunnen ook mij volgen. Dus de bedoeling is dat de mensen kunnen ook op de track and trace op mijn uh, website, bootfiets.nl... ...of op Facebook, uh, Bootfietser en Bootfietser op Twitter, kunnen mij ook uh, uh, volgen. En uh, ja, ik, het blijft gewoon. Uh, ik ben gewoon via sociale media bereikbaar en ik uh, ja, dus ik kan ook uh, uh, twitteren en uh, Facebooken. Het geeft me extra energie om, uh, om verder te gaan en uh, de reis, op de missie af te maken, zeg maar. Uh, Bekostigd u deze trip? Ja, deze, lange trip, korte trip. Deze, deze bootfiets. Nou, ik heb hiervoor mijn huis verkocht. Ook mijn auto verkocht. Ik heb ook mijn inmodel e verkocht. Ik heb zelfs mijn racefiets verkocht. En ik heb ook sponsoren gezocht. Die ik heb ook een groot project. Die ook zijn een sponsoren die mij helpen. Maar we hebben nog meer ruimte op de bootfiets voor bedrijven die geïnteresseerd zijn. Kunnen we stickers uh, plakken op de bootfiets? En ook individuen kunnen gewoon ook, uh, via bootfiets.nl uh, bijdragen aan de missie. Dus dat is een beetje. Uh, ja, dit, dit, ik doe het niet alleen. Ik doe het gewoon met al, al die mensen en uh, dat maakt het extra leuk. Dank u wel. En ik wens u uiteraard heel veel succes. <laughs>